Oh man, ik ben zo dom geweest. Oh, het is dit moeilijk. Word je ook dom van diabetes? Hallo lieve mensen, in het experiment van deze week die door jullie is aangevraagd, ga ik een week lang leven als iemand met diabetes type 1, oftewel suikerziekte. Dat gaat echt wel heel heftig worden, maar ik wil jullie dan ook graag laten zien wat voor impact zo'n ziekte op je leven heeft en waar je allemaal mee te maken krijgt. Ik heb dus zelf geen diabetes type 1, maar ik ga het wel een beetje simuleren. En ik ga zelfs dagelijks dus mijn bloed prikken. Voorafgaand aan het experiment heb ik een training gekregen hoe ik dat bloedprikken precies moet doen. Want ja, je kan natuurlijk niet zomaar een naald in je lichaam jassen. En die training kreeg ik samen met de jongens van Banner, die hier ook een video over gaan maken. Hoe de eerste keer prikken ging, dat zie je hier. Gewoon erin toch? En dan 3, 2, 1. Ah, dat is wel oké. Oké, nou ja, intippen. Doet pijn? Ik ga er even lekker bij liggen. Ja. Maar jij ziet er heel ontspannen uit, vind je het niet eng? Erin drukken. Ik ben heel benieuwd hoe deze week gaat verlopen. Ik kijk er echt wel tegenop. Maar let's go. Wat is diabetes? Als je diabetes type 1 hebt, maakt je alvleesklier geen insuline aan. Het afweersysteem vernietigt dan per ongeluk de cellen die insuline aanmaken. De oorzaak hiervan is onbekend. Dit in tegenstelling tot diabetes type 2, waarbij het lichaam zelf ongevoelig is geworden voor insuline, met als oorzaak ouderdom, maar ook ongezond eten, weinig sporten, roken of erfelijkheid. Oh man, ik ben zo dom geweest. Het is dag 1. Jongens, dit had al helemaal fout kunnen aflopen. Wat dan? Ik heb het niet even in het album hebben. Zo, wij gaan zo lunchen. En ik moet dus natuurlijk eerst gaan prikken. Want ik moet uitrekenen hoeveel koolhydraten ik ongeveer ga eten. En aan de hand daarvan moet ik van tevoren dus al insuline gaan spuiten. En dat is dus altijd weer een rekensommetje, omdat ieder persoon anders is. Iedereen heeft een ander lichaam, reageert anders. Dus je kan, ja, dat duurt echt gewoon tijden voordat je een beetje hebt uitgetest, ja, hoeveel insuline je nodig hebt. En zeg maar in verhouding met hoeveel je gaat eten. Het verschilt weer of je een salade gaat eten of dat je een bord spaghetti eet. Want dat is natuurlijk veel meer koolhydraten. Oh mijn god, dat kan je. Oké, let's go. Oké, ik denk dat ik 3 boterhammen ga eten. Dus ik ga even kijken hoe het ervoor staat met mijn spuitje. Met mijn bloed. En dan ga ik insuline spuiten. Oké, dan gaan we nu insuline spuiten. Oh, wacht. Naald. Oh, wat is dit moeilijk. Nou, dat was hem. Oké, ik ga zo op de fiets stappen, maar dan moet ik natuurlijk eerst weer checken wat mijn bloedwaardes zijn. Want je wil niet halverwege de fietsrit van je stokkie vallen, of van je fiets in dat geval. Ja, shit. Ik ben halverwege mijn bakje eten en ik bedenk me opeens dat ik nog niet heb geprikt. Je hebt de routine er nog niet helemaal in. Nee, het is echt even aanpassen hoor jongens. Heb je dan nu een probleem? Of zou je dan nu moeten stoppen en prikken? Wat ik zou nu meteen moeten stoppen en prikken, dus dat ga ik ook doen. Ik zeg, dus dan geef maar. Doei. Ik weet dat ik nu echt ontzettend als een miepert ga klinken, maar ik heb echt gewoon al een rauwe vinger daarvan. Ik wil niet meer prikken, want het is de hele tijd vet. Auw. Zo, zijn we weer. Yeah. Je hebt nu een koud bakje eten. Yeah. Dat is ook een gevolg. Maar, was het allemaal oké? Super lekker. Nee. Oh. Bloed was oké. Ja. Hoewa! Jongens, ik kom net uit bed gerold en ik ben niet zo scherp.
Het is 7:30. Ik ga zo sporten. Kickboksen doe ik nog steeds. Het is heel leuk. Ik pak er nog steeds niks van. Ik kom natuurlijk uit bed, dus ik moet meteen weer even mijn bloed prikken. En gisteren heb ik dus ook al gesport. Oké, ik heb nu bedacht dat het te laag is, omdat ik niet zoveel heb gegeten voor het sporten wat ik nu ga doen. Dus ik ga nog iets eten, terwijl ik eigenlijk helemaal niks trek heb. Maar ja, dat moet nu, hè? Waarschijnlijk is het dus, en net als gisteren, weer super belangrijk dat ik iets eet voordat ik ga sporten. Maar ik, ja, meestal eet ik niet in de ochtend. Dus ja, daar heb ik ook helemaal geen zin in. Maar ja, maar daar heb je dus helemaal geen keuze in als je suikerziekte hebt. God, ik moet ook wel echt extra tijd inplannen hiervoor. Ik kom nog te laat, jongen. 3,9. Ik had niet verwacht dat het bij mij ook zo zou schommelen. Betekent in ieder geval dat ik weer mijn bloedsuikerspiegel lekker naar boven mag halen. En even lekker wat eet. Oké, let's go. Oké, fuck. Oh, wil jij het licht even aan doen? Ja. Wat gebeurt er? Ah, jongens, ik bedenk me net iets. Ik ben al half in slaap gevallen. En ik moet nog gewoon even mijn bloed checken. Het is echt het laatste waar ik nu zin in heb. Zeker voordat je gaat slapen moet je je bloed checken, want... je insulinepeil moet gewoon hoog zitten, zodat je de nacht doorkomt. Want als het te laag is, dan kan dat gevolgen hebben. Dus, ik ga weer even lekker prikken. En als mijn bloedwaarde dus nu te laag is, dan betekent dat ook nog eens dat ik wat moet gaan eten. Dan moet ik daarna weer mijn tanden poetsen, terwijl ik net al heel lekker lag. Damn it. Dit moet iedere avond? Ja, elke nacht voordat je gaat slapen. Ook als je heel veel gedronken hebt. Ook als je heel veel gedronken hebt en daar helemaal niet over nadenkt. Oh. Max. Oké, ik heb 6. Wat betekent dat ik nog iets moet gaan eten? Oké, ik heb inmiddels een reepje gepakt. Die ga ik opeten. En ja, ik baal hier wel gewoon van. Want als je, zeker als je misschien calorieën telt of je wilt gewoon op je voeding letten. Dan wil je misschien 's nachts of 's avonds niet nog wat eten. Maar dan moet je in dit geval wel. Want ja, anders dan kom je misschien de nacht niet door. Echt heftig. Ik vraag me af hoe mensen met suikerziekte dat doen. En weet je ook, voor ons is dat nu allemaal een beetje haha, leuk dit allemaal. Oh ja. Wanneer wordt het leuk? Maar ik weet dat het einde in zicht is na deze week. En als je diabetes hebt, type 1, dan is dit gewoon je leven. En kan je niet gewoon lekker gaan slapen zonder het weer even te checken. Kun je wel scheiden van mensen met diabetes type 1? Oh, wat een lullo. Nou, ik ga lekker eten, dan ga ik weer tanden poetsen en dan mag ik eindelijk gaan liggen om te slapen. Fuck. Ik ben ook... Wat gebeurt er? Oh, ik ben ook nog vergeten de nacht insuline in te spuiten. Want dat moet natuurlijk ook. Ben je ook dom van diabetes? Oh mijn god. Dit moet dus in mijn been. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik vind dat wel spannend eigenlijk. Jongens, kijk eens even wat een sexy shot ik hier aan het maken ben. Ha, shot, snap je het? Nou, nu kunnen we gaan slapen hoor. Jezus, half uur verder. Oké, Tristan. Kom erbij. Jongens, ik ben op een event van Lidl. Ja, mijn kin is er ook. Ja. We krijgen dus allemaal lekkere hapjes. Maar ik heb geen idee hoeveel hapjes. Dus ik moet hier een beetje op de gok gaan spuiten. En als ik lekker veel ga eten, wat ik hoop, dan moet ik misschien nog een beetje bijspuiten. Goed verhaal, hè? Is dit awkward? Tegen mijn kaak. Het eventje was leuk. We zijn weer thuis. En ja, ik heb toch wel zin in een toetje. Vegan ijs. En ik ben daarbij aan het kijken.
Aladdin. Yes, best night ever. Betekent wel dat ik vanwege het ijs weer mijn favoriete tool moet pakken. De pekken. Goedemorgen jongens, vandaag ga ik een hypo simuleren. Een hypo is een te laag bloedsuiker. Als je dus diabetes type 1 hebt en je let misschien eventjes niet goed op, dan kan het voorkomen dat je dus zo'n hypo krijgt. En dat kan nogal vervelend zijn. En ik lees eventjes voor van de Diabetesvereniging Nederland. Lichaamssignalen zijn onder andere honger, beven, zweten, trillen, duizeligheid, hoofdpijn, hartkloppingen, agressiviteit en uiteindelijk zelfs bewusteloosheid. Dat kan gebeuren als je te weinig eet, te laat eet, als je alcohol drinkt, als je te veel insuline spuit, allerlei manieren. Ik ga vandaag dus proberen soortgelijke symptomen te krijgen om het weer te ervaren. Jongens, alles voor de video. En ik ga dus niks eten vandaag. Of in ieder geval overdag. Super veel zin in! Het is trouwens nu halverwege de dag en ik heb echt honger. Honger! En ik ben chagrijnig. En agressief bijna. En ik heb koud en trillen en ik vind het zo stom. Het is 8:00 en eindelijk mag ik eten. We zijn in Den Haag bij het restaurant van de vegetarische slager, de vleeslobby. En volgens mij gaat dat onwijs ontzettend heel erg lekker worden. Ik voel me belabberd, dus ik kan me niet eens voorstellen hoe je moet voelen als je diabetes type 1 hebt. Blij dat ik weer mag eten. Zo jongens, ik dacht ik doe vandaag iets meer make-up op dan normaal. We hebben een Halloween feestje beneden. Ik zit even boven. Hier zijn outfitfoto's en zo. Vandaag staat namelijk in het teken van een hyper. Wat ben ik met mijn handen aan het klappen? Als je te veel eet of drinkt of als je ziek bent of te weinig insuline hebt gespoten, dan kan je een hyper krijgen omdat je lichaam de koolhydraten niet kan verwerken. Wederom gewoon weer die puzzel voor mensen met suikerziekte om die bloedsuikerspiegel in een rechte lijn te houden, zeg maar, en niet te veel schommelingen te hebben. Ik heb het gevoel van een hyper een beetje nagebootst door heel veel chocola te eten. Dus ik ga nu even prikken en kijken, wat de uitslag bij mij is. Voor de mensen die zich afvragen wat ik ben. Ik ben dead, slutty, unicorn. Galaxy unicorn. Ja. Je wist niet dat het bestond, maar bij deze. 7. Dat is echt wel hoger dan normaal op een dag bij mij. En wederom, mijn lichaam kan dat gewoon normaal aan. Maar als je zoveel chocola hebt gegeten als ik heb en je hebt suikerziekte, dan moet je echt flink wat insuline spuiten volgens mij. Anyways, ik ga weer naar beneden verder feesten. Dit pakje ook. En zie je morgen. Ik ben vandaag samen met voormalig topsporter Bas van der Goor. Wil je heel even uitleggen waar mensen je van kennen? Ja, ik heb, een jaar of 25 geleden weer begonnen als volleyballer. Ik heb meegedaan aan de Olympische Spelen in 96 en 2000. En in 96 heb ik goud gewonnen. Ja, fantastisch. Ja. Jij hebt zelf wel diabetes type 1. Voor mij is de week nu klaar. Daar ben ik blij om, want ik vond het echt heftig en heel veel impact hebben op mijn leven. Mm-hmm. Voor jou is het dagelijkse kost. Ja, ja. Hoe was het voor jou aan het begin dat je erachter kwam dat je diabetes had? Nou, als eerste een schok. Want in één keer krijg je in het ziekenhuis te horen dat je voor de rest van je leven moet insuline moet spuiten. En je dagelijks moet prikken om te weten hoe hoog je bloedsuiker is. En toen dacht ik ook van, volgens mij ga ik door een aantal fasen heen. De eerste fase was dus de shock. Het feit dat je het nieuwsbericht krijgt en hoe valt dat. De tweede dacht ik van, nou dan ga ik proberen zoveel mogelijk te leren over hoe ik nou diabetes in mijn leven kan inpassen. Daarna had ik gedacht van nou, nu gaat er een periode komen waarop ik een beetje baal van de hele situatie. Dat het echt inzinkt dat ik voor de rest van mijn leven echt afhankelijk ben van insuline. En vervolgens had ik gedacht van nou, dan zal het wel een soort van routine worden. Nou, ik ben heel blij. Ik heb over de eerste fase 1 dag gedaan, misschien een week. Dus het ging redelijk snel. Daarna heb ik snel gaan leren. Heb ik mensen gesproken over hoe dat dan werkt, diabetische sport. De derde fase, dus de recalcitrante fase van er helemaal klaar mee zijn, die heb ik overgeslagen volgens mij. Oh, wauw. En ik ben overgegaan op routine. En af en toe maak ik nog een stapje terug, leer ik weer even wat en dan gaan we weer door. Ja, wauw.
En hoe is het nu dan voor jou? Hoeveel invloed heeft het op jouw leven? Er zijn altijd manieren om het nog beter te doen. Maar het gaat niet alleen om hoe tevreden je arts is. Maar ook hoe tevreden je zelf bent over hoe het gaat. Ja. En ik denk dat mijn arts redelijk tevreden is en ik ben heel tevreden. Oké, fantastisch. Ja. Nu begrijp ik dat jij ook een speciaal apparaat hebt om je te helpen. Ja, klopt. Ik heb sinds een paar weken eigenlijk een nieuwe insulinepomp van Medtronic. En dat is het eerste systeem wat niet alleen insuline afgeeft, maar ook meet wat je bloedsuiker is en daar de insulinebehoefte zeg maar, op aanpast. Okay. En dat betekent dat je eigenlijk een klein beetje meehelpt met het stabiel houden van je bloedsuiker. Dat wil niet zeggen dat je het helemaal aan het apparaat kunt overlaten. Je moet wel zelf blijven denken. Maar het is wel heel erg fijn om met name, zeg maar, 's ochtends altijd wakker te worden met een hele mooie bloedsuiker. Ja, ik kan me voorstellen. Inmiddels, nu. Voor deze week niet, nu wel. Ja. Bas, ontzettend bedankt voor je openheid. Okay. Ik heb veel meer begrip gekregen voor mensen met suikerziekte. Ik hoop jullie ook. Denk eraan de video van de jongens van Banner te bekijken, want die is fantastisch. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.